je ziet dan dat we aardig kunnen voetballen ook. En ja, op het moment dat 1-0 werd, zag je een beetje tempo wegvallen. En dat was de tweede helft eigenlijk ook zo het geval. En dan zie je in een lager tempo dat je dan nog kansen kan creëren. En eigenlijk weinig tot niks weggeeft. Finalement, tu vas marquer encore. Oui, j'attendais ce but depuis longtemps. Donc c'est vraiment important pour moi et surtout que ça nous aide à aller en finale contre Brede. Nou, dan krijg je nu NAC uit. Dus dat kan leuk worden. Avondje NAC, dat heb jij ook al vaak meegemaakt. Dan gaat het toch tekeer, dat weet je van tevoren. Ja, ik weet niet precies wanneer we spelen. 6:30, donderdag al. Dus, daar hebben ze een goede aanlooptijd om wat bier te drinken in Breda, zoals begrijpelijk. Maar goed, we moeten zorgen dat we daar staan op donderdag op 6:30. En dat zal een ander soort wedstrijd zijn. Ik moet zeggen dat NAC een aardig ploegje heeft ook. En we bereiden ons weer voor op NAC. Encore deux matchs, peut-être encore deux buts, j'espère. Peu importe qui marque, l'important c'est qu'on reste en Eredivisie. Ja, als je weet dat je vier wedstrijden nu eigenlijk ongeslagen bent, maar het gaat om die laatste twee wedstrijden, dat is het allerbelangrijkste. Want nu worden de knikkers verdeeld.